Dames en heren, goedemiddag gewenst. Namelijk welkom hier in het Huis van de Stad. Op deze zo rustig voor mij verlopen dag. Misschien hebben jullie dat meegekregen. Ik kom met voorstellen. Wij zijn een college, wat wij dat noemen, van ja, mits en niet van nee, tenzij. De Bedrijvendag is een samenwerkingsverband van de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt. Het is een heel mooi initiatief omdat we daar elkaar ontmoeten. Er zijn veel ondernemers die dan naar het Huis van de Stad komen. En met elkaar zijn we in gesprek over de manier waarop we met elkaar willen samenwerken om kansen te ontwikkelen en deze stad mooi verder te brengen. Gouda is wereldberoemd, staat op dat mooie plaatje. En wij hebben een gratis wereldmerk en dat is kaas. En dat kaas, hebben we gezegd, dat thema, dat moeten we absoluut versterken. Twee jaar geleden stond Jan Mans hier. Dat was, voor degene die dat niet weten, dat was toen tijdelijk de burgemeester van Gouda. En die was toen dagvoorzitter en die zei onder andere tijdens de Bedrijvendag twee jaar geleden: mensen, Gouda is een geweldige stad, jullie zouden alleen wat meer moeten samenwerken. Met elkaar zijn we eens gaan zitten van hoe kun je dit nou tastbaar maken? Een goed programma voor de binnenstad. Wat kun je nou doen om het aantrekkelijk te maken? De Goudspoort, daar is de leegstand het meest gecentreerd. De problematiek die dat met zich meebrengt is zodanig dat er van alle kanten gezegd is: jongens, daar willen we echt met z'n allen de schouders onder zetten. Wij willen ondernemers bedienen op de tijd wanneer het hen uitkomt. Dus 24 uur per dag moet u de informatie van de Kamer van Koophandel kunnen raadplegen. Oftewel, de klikcomponent is voor Nederland heel belangrijk. Korte definitie: internet der dingen is gewoon een netwerk van slimme en communicerende objecten. Het Internet of Things is er al. Go Smart Industry. Go van gaan, maar ook go van Gouda onderneemt voor slimme technologie. Niet alleen voor de sector industrie, maar ook voor horeca, retail, logistiek, zorg, chemie, dus sector breed. Het aardige is, op deze ondernemersbijeenkomst denkt iedereen van: wat doet een architect nou op een ondernemersbijeenkomst? Zeker als het over innovatie gaat, dan is de architect niet alleen maar een mooi maker van gebouwen, maar in mijn sector en waar ik me mee bezig hou, gaat het heel erg over innovatie en gebruik maken van ICT, van robotisering. Ja, wij verwachten van de ondernemers veel creativiteit, doorzettingsvermogen, initiatieven. En wat wij als gemeente ook heel belangrijk vinden, dat is dat er een oog is voor de werkgelegenheid. Nou, dat kan wat ons betreft vooral door innovatie en ook samenwerken. Wat ik vooral mee heb gekregen is hoe dingen allemaal met elkaar in verbinding gebracht worden, hoe dingen allemaal op elkaar aansluiten. Wat voor ons daar ook heel belangrijk bij is dat het ook mensen zijn. In feite bij alle techniek en alle dingen die op elkaar aansluiten, er zitten mensen achter die de initiatieven nemen om dingen bij elkaar te brengen. Dat is voor ons heel belangrijk. En innovatie en nieuwe techniek. Maar vooral de mensen die je daarbij nodig hebt om die techniek tot een succesvol product te laten komen.